Ik zou nu heel graag Gino da Fonseca willen uitnodigen om zijn verhaal te vertellen. Gino is professionele bokser en die komt op voor Zwarte. Dankjewel. Alsjeblieft. Wat is omhoog? Nee, maar. Ik moet even omhoog, jongens. Ja. Ja. Goedemiddag, broeders en zusters. Ik wil jullie eerst vragen om nog een applaus voor Claudia. Haar verhaal was zo herkenbaar voor mij en ik van vele meer. Claudia, dankjewel voor het delen van je verhaal. Ik wil jullie bedanken voor je aanwezigheid. En ik wil de organisatie bedanken voor dat ik hier tot jullie toe mag spreken vandaag. Normaal gesproken sta ik in de ring als bokser en vecht ik tegen het tegenstander. Maar vandaag sta ik hier met jullie om te vechten tegen alle vormen van racisme. Ik moet zeggen dat ik hier sta met gemengde gevoelens. Aan de ene kant ben ik trots dat ik hier mag staan en spreken. Aan de andere kant ben ik teleurgesteld dat het nog steeds moet in 2020. Ik postte vorige week een foto op social media van mijn eerste herinnering aan Zwarte Piet en aan racisme. Op deze foto stond ik met mijn witte klasgenootjes, die allemaal met een bruin gesminkt gezicht stonden, lachend in de camera te kijken. Ik stond daar tussen de witte kinderen, zonder lach en zonder schmink. Want mijn gezicht was al bruin genoeg. Gino, jij hebt geen schmink nodig, werd mij verteld door de juffrouw. Ik was toen te jong om te begrijpen wat racisme was. Maar op dat moment voelde ik me buitengesloten, verdrietig, verward. Ik heb er geen woorden voor. Het is gewoon een gevoel dat ik geen kind toewens. Ik ben nu 26 jaar en weet nu helaas maar al te goed wat racisme is. Ik kijk dan nu ook naar deze foto en zie een bevestiging dat deze traditie niet thuis hoort in de wereld waar we nu in leven. Voor vele mensen openen deze foto hun ogen. Ik heb mega veel support mogen ontvangen van broeders en zusters die zich in mijn verhaal konden vinden. Ik kreeg ook veel berichten van witte mensen die nu eindelijk inzagen dat Zwarte Piet echt niet meer kan. Helaas, zoals gewoonlijk, kreeg ik ook veel negativiteit. En ik zou nu alweer voor de miljoenste keer alle feiten kunnen opnoemen waarom Zwarte Piet wel niet racistisch is, maar de feiten spreken voor zich. Ieder mens met een gezond verstand moet kunnen inzien dat dit kwetsend is. En als je dat niet in kunt zien, mogen God je helpen, echt waar. Dus vandaag, in plaats van de feiten onder jullie neus te drukken, vraag je alleen om te luisteren. Te luisteren naar het verhaal van een kind dat huilend thuis komt, na school confused, buitengesloten en gepest. Dit had ook jouw kind kunnen zijn. Misschien omdat hij rood haar heeft, of net even er anders uitziet dan de rest. Omdat hij misschien moeite heeft met leren, of juist sneller en slimmer is dan de rest en dingen sneller aanneemt. Wat zou jij tegen je kind zeggen? Dat hij zich niet moet aanstellen? Of wil je dat je kind eerlijk en gelijk behandeld wordt, net als alle andere kinderen? In alle commotie gaan we af en toe de boodschap voorbij. Dat we pijn allemaal op dezelfde manier ervaren. Dat ons bloed allemaal gewoon rood is. En dat we allemaal recht hebben op een veilig leven vol met liefde en gelijke kansen. Ik ben niet beter dan jij en jij bent niet beter dan ik. Door wat er allemaal gebeurd is de afgelopen periode, voel ik me aan de ene kant gebroken, maar ook gemotiveerder en sterker dan ooit. Het voelt niet meer als zwart tegen wit, maar het voelt als wij tegen racisme.
Ik ben ook wakker geschud. Dat ik me niet alleen maar moet richten op vechten in de ring, maar ook op dit gevecht erbuiten. Zodat mijn kinderen als ze opgroeien niet hoeven mee te maken wat vele donkere kinderen en andere kinderen, slimme kinderen, kinderen met rood haar, hebben meegemaakt wat wij hebben meegemaakt. Jongens, ik wil dit graag sterk eindigen. Ik wil jullie allemaal vragen om een vuist te maken. En mij na te zeggen. I am black. I am black. Dat kan beter. I am black. I am black. I am proud. I am beautiful. My hair is beautiful. My skin is amazing. And my life matters. Dank jullie wel, jongens. Laat het nog één keer horen voor Gino. Ik heb Gino volgens mij 2 dagen geleden een berichtje gestuurd. Nadat ik zijn post had gezien op Instagram waarin hij een heel mooie, hele mooie boodschap deelde met Nederland. Die heel erg is opgepakt. En Gino zei in één keer, ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik ga dit doen. Dit ga ik doen. En hij heeft het gedaan. Dankjewel Gino. En ook bedankt Claudia nogmaals voor je sterke verhaal. Wat ook belangrijk is om te weten, en dat zeg ik ook als iemand die van zwarte afstamt, die naar Zuid-Amerika zijn gebracht in het Caribisch gebied. Heel veel mensen weten niet dat van die 10 miljoen Afrikanen, mensen die op boten zijn gezet, het overgrote deel naar Brazilië en Zuid-Amerika ging. En dat daar tot op de dag van vandaag zwarte mensen worden uitgemoord. Structureel. Neem Marielle Franco, die opkwam voor zwarte mensen in Rio, trans mensen in Rio, homoseksuelen, alles. En ze is vermoord. En onlangs is ook João Pedro vermoord, een andere Braziliaanse jongen, een zwarte jongen, die neergefusilleerd is. Niet 1 kogel, maar 10 kogels voor een kleine jongen, die opgroeit in Brazilië, waar zwarte het al die honderden jaren moeilijk hebben. Laten we dat ook niet vergeten. Educate yourself.